18 september 2019, een nieuwe locatie voor het Sliedrechtse ziekenhuis, namelijk het Stationspark. Na een korte inleiding door de voorzitter van de Raad van Bestuur, Dr. Anders Peter van der Meer, hebben bedrijfsleider Gert-Jan van Heiningen en medewerker faciliteiten Teus Haak de verhuisdoos geopend. Ja, van alles wat iedereen toen had opgeschreven, hebben we een boekje gemaakt. Nou, we zullen dat hier neerleggen bij de hoofdingang. Ergens krijgt het hier nog een mooie plaats, maar dit zijn de herinneringen van daar die we hier mee naartoe hebben genomen. Dus misschien leuk als u tijd hebt om er even in te kijken. En nou, proost allemaal op onze mooie nieuwe locatie. Op 13 juli 2019 werd deze ingepakt door Ellie de Leeuwerk samen met burgemeester Bram van Hemmen. Ik voel me heel erg vereerd dat ik dit mag doen, dat ik mag spreken namens al het personeel wat hier ooit in dit gebouw heeft gewerkt. Er was altijd een ontzettende goede sfeer onderling. We konden op elkaar aan. We hadden korte lijntjes. Iedereen wist wat hij moest doen en wat hij kon en wat je van een ander kon verwachten. En dat is een periode die nu eigenlijk afgesloten wordt. Maar aan de andere kant heeft iedereen toch ook weer zijn plekje. Of in een ander ziekenhuis of misschien inmiddels niet meer in een ziekenhuis. En de rest gaat gewoon mee naar het Stationspark. En ik weet zeker dat jullie daar ook met elkaar weer iets heel moois van kunnen maken. Het is in ieder geval een mooi gebouw. Het zal zeker wennen zijn. Het zal allemaal anders zijn. Daar ben ik van overtuigd. Maar je neemt in ieder geval jezelf mee. En jullie hebben hier iets moois kunnen neerzetten. Dus dat kunnen jullie zeker ook op een andere werkplek. En daar wil ik jullie heel veel succes mee wensen. In die verhuisdoos zitten de herinneringen en verhalen van de oude locatie aan de Wilhelminastraat. Na de sloop van het oude gebouw komen hier appartementen voor terug onder de titel Wilhelmina Kwartier. Ik sta hier bij de projectleider van de verhuizing van het nieuwe Sliedrechtse ziekenhuis. Als ik hier binnenkom, het eerste wat mij opvalt is dat het niet echt lijkt op een ziekenhuis, zeg maar. Is daar bewust voor gekozen voor de verschillende kleuren? Ja, dat klopt. We willen een beetje af van het kille, steriele ziekenhuisomgeving. We hebben hier getracht om een wat huiselijke omgeving te maken. Dus wat gastvrijere uitstraling. En geldt dat gewoon alleen voor deze begaande grond waar we nu staan? Of geldt dat ook voor de andere afdelingen? Dat geldt voor boven ook. En dat geldt ook voor andere locaties van het ziekenhuis. Dordwijk en Zwijndrecht. En het doel is om ervoor te zorgen dat mensen daar een prettig gevoel bij hebben? Ja, dat is zeker de bedoeling, ja. Ja. Ik werk bij de bloedafname van het Trizot Laboratorium. Ik zal het even laten zien. Kom maar even mee. Dit is een prikkamer. Hier verrichten we de bloedafnames bij de patiënt. Dus laten de patiënt hier zitten. Je ziet hier de buisjes bloed staan. De naalden liggen klaar. Dit is dan prikkamer 1. En dan hebben we hier de tweede prikkamer. Dit is de tweede prikkamer, die ziet er ook net zo uit als de andere. En soms is het nodig dat patiënten liggend geholpen moeten worden of willen worden. Of soms voor een bepaalde beparing en dan kunnen hier aan liggen. En als dan al het bloed afgenomen is, dan verzamelen we de buisjes en brengen dat in op het laboratorium. En daar wordt het dan verzameld en in transportbakken gedaan. En dan wordt het naar de grote locatie in Dordwijk gebracht. Ik sta hier bij twee dames van de röntgenafdeling. Ja, om maar gelijk even met de deur in huis te vallen. Wat is voor u de belangrijkste verandering eigenlijk met de verhuizing geweest? Dat we niet meer in de kelder zitten. Wij vonden het altijd een beetje ongezellig in de kelder. We zitten nu op de eerste etage. Dat is niet helemaal normaal. Normaal zit een röntgenafdeling op een begane grond. En nu zitten we op de eerste etage. Het is licht, het is compacter. Dus ik merk ook dat we meer contact hebben met de radiologen. Die komen bij ons een kopje koffie halen. Het is allemaal... Ik denk dat het gezelliger is. Dat we gewoon, we hebben een lichte afdeling. Mensen kijken op de Heren van Sliedrecht. Vinden ze leuk als ze in de wachtkamer zitten. Ja, als je hier dan toch zit en als je dan een leuk uitzicht hebt, is het fijner. Hè? Dus,
Dus ik vind eigenlijk een vooruitgang. Ik vind het ook beneden. Het is allemaal inderdaad, het is niet echt, het is wel een ziekenhuis, maar het is wel heel gemoedelijk allemaal. Wat Sliedrecht natuurlijk altijd wel is. En ik snap wel waarom de mensen uit Sliedrecht het belangrijk vonden dat er een ziekenhuis zou blijven hier. Omdat het is, ja, het is heel toegankelijk en mensen komen hier graag. Dat merk je gewoon. En voor de deur parkeren, naar binnen, kopje koffie erbij. Het is bijna gezellig. Nou, werkt u dagelijks met verschillende soorten patiënten? Heeft u al reacties van hun gehoord over dit nieuwe ziekenhuis? Nou, mensen konden het eigenlijk vrij snel wel weer vinden. Het duurde even voordat de röntgen het weer deed. We hebben wat vertraging opgelopen door de bouw. Mensen missen ons echt. En hebben ook, merkten ook wel dat ze even hebben gewacht. En dat ze blij waren dat we weer operationeel waren. En we krijgen eigenlijk heel veel positieve reacties. Ook vooral over de lichte wachtkamer. We hebben hele korte wachttijden. Vooral ook voor de echo. Mensen kunnen dezelfde dag of een dag later terecht hier al voor een echografie. Dus ja, mensen zijn ook heel blij dat het vooral ook dat het in Sliedrecht is gebleven, de röntgenafdeling. Ja. En zitten alle functies wat röntgenafdeling betreft nu ook hier in Sliedrecht? Of zijn er nog faciliteiten waarvoor mensen naar een ander ziekenhuis moeten? Dit is eigenlijk vooral gewoon de eerste lijn zorg die wij hier verzorgen. Dus dat betekent röntgenfoto's, gewoon normale röntgenfoto's. En de echografie. Dus hier is geen CT of MRI. Dus er mist hier ook wel wat. Maar eigenlijk voor de eerste lijn zorg is het hier gewoon prima. Dus naar de huisarts kan je hier gelijk terecht.